Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag authenticatie en autorisatie gaan bekijken. Ik ga geen slides tonen. Waarom? Omdat de slides die ik gemaakt had, die nu 2 jaar meegaan, die zijn volledig fout. Buiten de theorie, zeg maar, die klopt wel nog. Maar alle commando's zijn veranderd sinds Laravel 6. En ik heb gegeven in Laravel 5. Vorig jaar heb ik het niet gegeven. En dan het jaar daarna, nu dus, zitten we in Laravel 7. En blijkbaar tussen 5 en 6 hebben ze de volledige authenticatie package verwijderd uit standaard Laravel en zitten momenteel in een ander pakket. Dus vandaar, ik zeg van kijk, ik ga een interactieve demo doen. Doorheen een aantal concepten lopen. Aan de hand van een project effectief. Die gebaseerd is uiteraard, ik ben gaan zoeken naar de gewone documentatie, naar Laracasts, naar andere tutorials. En ik heb het geprobeerd om het, zeg maar, ik ga een Nederlandse versie geven, een samenvatting van hetgeen wat dat ik nu gezien heb, naar waar het geshift is. Met demo's en meer bepaald van de voorbeelden aanhalen die jullie gaan kunnen gebruiken voor jullie werkstuk. Want daar draait het uiteindelijk wel om. Authenticatie kunnen toepassen op een bepaald doeleinde. En in jullie geval is dat jullie werkstuk. Dus ik ga even de documentatie erbij nemen. Dus de documentatie hier. Ik ga het even... Laravel.com uiteraard. Docs, de 7.0, zorg dat je op de laatste versie zit. Je hebt authenticatie en je hebt autorisatie. Authenticatie is voornamelijk van wie mag binnen en welke rol hebben die personen of welke rol zou je die kunnen geven. Maar vooral toegang. Authenticatie is vooral toegang, terwijl autorisatie is van wie mag welke actie doen. Het kan zijn dat je 2 personen hebt die... ik heb daarvan... geef me een secondje. Yep. Ik ga mijn PDF nemen. Voilà, dit is nog een oude slide, maar dat zou moeten duidelijk zijn van wat het verschil is tussen authenticatie en autorisatie. Dus authenticatie is überhaupt gewoon toegang tot het content management systeem. En autorisatie bepaalt dan wie wat mag editeren of aanpassen, etc. Je ziet dat de lijn ook doorgaat. Dat is precies een beetje... crooked. Dus deze persoon is admin, dus die heeft authenticatie tot gewoon de krutzaken van user items 2 bijvoorbeeld, user 2 items, en het admin paneel. Dat is toegang tot een bepaalde pagina, een set van pagina's als het ware voor admin. En dan autorisatie, dat is dan effectief aanpassen van zaken. Okay. Dus dat is dat. En dan gaan we het voornamelijk vandaag hebben over deze zaken. We gaan het hebben over guards, providers, gates en policies. Nu, we gaan ze niet allemaal bevatten. Gaan uitwerken. Voornamelijk, we gaan met gates werken. Ik ga een policy gaan bekijken. Guards en providers. Ik ga misschien niet altijd heel in de nitty-gritty de code van Laravel gaan van die 2 zaken. Maar je gaat wel zien hoe die gebruikt worden. Zeker bij... bij guards, zaken worden meestal automatisch gedaan, zoals je bij Laravel weet. Dus daar ga ik niet in de code gaan zitten. Dat is voor authenticatie, de 2 linkse. De 2 rechtse, gates en policies, dat is autorisatie. En aangezien dat de meesten een werkstuk hebben die sowieso ergens een rolsysteem hebben, rolgebaseerd zijn, zijn die 2 eigenlijk het belangrijkste om uit te werken in jullie werkstuk. Je gaat merken dat standaard authenticatie redelijk simpel is. Ik weet toevallig dat 3 personen die ik al gesproken heb intussen en in de vakantie, die al authenticatie hebben uitgevoerd, dat zijn maar een aantal commando's en ik ga er nu overheen van wat dat die precies doen. Goed. Dus alle documentatie, uiteraard, staat hier. Authenticatie, autorisatie. Dan hebben we ook nog een andere bron van informatie die ik gebruikt heb. Is de Laracasts. Daar zit nog altijd hier de Laravel 6 from scratch. Oké, dat is niet de 7. Maar die is nog altijd... ik kan verifiëren dat die nog altijd werkt. Daar zit in... Ik ga even kijken. Authenticatie. Deze gaan wij nu doen. Dat is eigenlijk de...
het commando uitvoeren en tonen wat hij effectief kan voor authenticatie. En dan autorisatie. Dus dat is effectief, hier zit redelijk wat in. Hier heb ik een aantal al van bekeken. Het limiteren van toegang tot bepaalde zaken voor users. Dat is met gates werken, dat gaan we vandaag doen, en policies. En dan er is zelfs een volledige versie van roles en abilities, dus rollen geven aan uw gebruikers. Voor degenen die functioneel niet echt mee zijn met wat rollen zijn, denk aan rollen zoals bijvoorbeeld bij de EHB-site. De EHB-site die jammer genoeg waarschijnlijk nu niet meer gaat live gaan of gaat afgewerkt worden, want EHB is afgelast. Die had bijvoorbeeld minstens 3 rollen. Namelijk gebruiker, de persoon die gewoon inlogt en mee kan doen aan toernooien. Een admin, ik, die alle andere personen rollen kan geven. En dan medewerker. En medewerker had bijvoorbeeld iemand geweest die aan de kassa had gestaan en die heeft toegang om mensen in te scannen. Om uit te batchen, om geld toe te voegen op een account. Bijvoorbeeld een andere zaak was Enigma ging de keuken doen. Ik wil niet dat iedereen van Enigma, want ik ken die personen bijvoorbeeld niet, ik wil niet dat die iedereen kunnen geld geven, maar die moeten wel in de keuken kunnen mensen afrekenen. Dus dan een aparte rol maken, kassabeheerder bij wijze van spreken, en die personen enkel toegang geven tot 1 à 2 pagina's, puur om dat af te rekenen. Dat zijn zaken die dat gekracht kunnen doen met rollen. En dat zijn de zaken die de meeste van jullie gaan moeten doen voor het werkstuk. Na deze sessie, na deze live sessie, ik vermoed dat die een half uurtje max gaat duren, als alles meegaat qua snelheid, dan ga ik individueel in Teams komen kijken hoe ver het staat binnen het werkstuk. Indien er vragen zijn, gewoon even een call houden in Teams van kijk, hoe ver staat het? Zie je het nog zitten? Dat is het andere ding. En hoe kan ik helpen nu gewoon voor u op de goede weg te zetten? Voor diegenen die al gevorderd zijn, kun je dan meer specifieke vragen gaan stellen. En dan ook van, kunnen we een keer bekijken van voor uw specifieke opdracht, hoe kunnen we nu die zaken gaan uitwerken. Goed. Na het security gedeelte ga ik even pauze nemen van de livestream. En dan ga ik even een aantal zaken voorbereiden voor nog te tonen voor deployment. Dus dat komt er ook nog vandaag aan. Nu, deployment. Ik heb er de laatste week wat aan voorbereid in de zin van, ik kan daar heel diep op gaan, maar ik heb gemerkt dat jullie te veel kennis ontbreken voor full-on deployment te gaan doen. Namelijk, bijvoorbeeld een Linux-server opzetten op een VM, om dan een Nginx te draaien, die directory records te gaan aanpassen, zodat je routing goed zit op de Linux-server, en dan daar een DNS aan koppelen. Dat zijn zaken, ik heb gemerkt, ja, die geven we in... Ja, voilà, Tim Willa zegt dat is Chinees. Klopt. Dat zijn zaken die we in toegepaste informatica, daar is een heel vak over. Dat noemt server OS. Hoe dat je zo'n servers opzet en zo. Het is te veel voor jullie. Sowieso. Wat ik ga meegeven is praktische info van hoe je zelf... pak nu Tim Willaert, www.timwillaert.be. Daar moet zijn portfolio op komen. Ik ga binnenkort ook mijn domein registreren voor de eerste keer. Hoe ga ik naar een domein? Hoe registreer ik een domein? En hoe zorg ik dat ik een URL kan koppelen aan een effectieve site zoals een die momenteel draait op mijn XAMPP? Je gaat die nog altijd moeten deployen, akkoord. Maar PHP deployen in cloud is minder makkelijk en duurder ook dan JavaScript. JavaScript gaan we morgen zien voor degenen die frontend hebben. In Heroku en zo kun je gewoon dat erin gooien en dat staat online. Je hebt wel nog altijd geen unieke URL, maar dat ga ik proberen nu vandaag mee te geven met een voorbeeld. Ik heb een domein dat ik beheer voor iemand. Ik ga tonen een beetje achter de schermen wat dat daarbij komt kijken, welke principes dat daarbij horen en welke tools dat je nodig hebt om effectief een site online te brengen van PHP. Dus hopelijk is dat voldoende. Waar een willen is een weg. En als iemand dan toch effectief op Linux iets wilt zot gaan doen en een server hosten in de cloud met PHP, je weet mij te vinden op Teams. Dan kunnen we dat zeker doen. Goed. Zijn er nog vragen voor ik begin met authenticatie over de inhoud van de les en wat we vandaag gaan doen? Eerst even voorbereiden hier. Goed, dus ik heb een nieuw project. Dit is ook van toepassing voor degenen die al begonnen zijn. Dit is zeker van toepassing om dat bij jullie te doen. Het is uitbreiden. Het kan zijn dat je een aantal zaken gaat moeten herwerken bij het allereerste commando. Dat is het enige. Goed. Laravel. Laravel momenteel, ik ga de
documentatie er even gewoon bij halen. Waarom? Omdat het allereerste er staat, want to get started fast. Wel ja, ik wil keisnel starten. Kijk, dan gaan we dat gewoon doen. Het is hier al dat ik direct door had van, oh, dit zijn andere commando's als vroeger. Namelijk, alles is verschoven naar de Laravel UI package. Dus dat is een aparte package die je moet binnenhalen. Je kan dat rustig lezen, maar we zijn hier voor een live demo, dus we gaan dat hier gewoon doen. Kan ik dat? Oké, dat gaat hier blijkbaar niet. Ik heb geen server runnen, dat is goed. Dus ik ga in mijn off demo. Ga ik even naar beneden. En dan gaan we eigenlijk de UI, zeg maar, gaan scaffolden van de UI package. Wat bedoel ik met scaffolden? Die gaat eigenlijk een volledige structuur al gaan opzetten van loginpagina, registreerpagina, remember token, een forgot password dat je zelf kan opstellen en zo, et cetera, et cetera. Dat allemaal wordt automatisch voor u gedaan met deze commando's. We gaan beginnen met Composer. Uiteraard Composer, de NPM van PHP, Package Manager. We hebben eerst die Laravel UI package nodig. Dus Composer require Laravel /UI. En dan gaat hij die gaan installeren, binnentrekken, zeg maar. En dan gaat hij die toevoegen in uw Composer.json file. Voilà, je ziet, Composer.json is geüpdate. En dan gaat hij die binnentrekken. Het volgende commando is dan effectief PHP Artisan UI. En hier heb je een aantal mogelijkheden mee van welke frontend je wil gebruiken. Ja, dus je ziet hier ook al View. Dus voor degenen die bezig zijn met View, kan dat leuk zijn. Ik heb nog niet veel gezien. Voilà, routing. Quick way to scaffold. Alle routes die nodig zijn. Dus Artisan UI View Auth. Die gaan we dan gaan gebruiken. PHP Artisan UI. Dus Artisan UI, dat is dan het commando. Dan moet je meegeven welke dat je wilt. Je kan View, React of Bootstrap gaan genereren. Ik ga gewoon even View doen. Ik moet toegeven, ik heb de views zelf zijn niet in View, maar je kunt dat meer met JavaScript dan later gaan toepassen. Ik kom er niet tussen. Ik gebruik gewoon de templating engine vandaag. Dus ik ga geen View aanleren voor de personen die geen frontend hebben. Voilà. PHP Artisan UI View. Koppelteken, koppelteken, auth. Koppelteken, koppelteken, auth gaat de volledige authenticatie suite gaan opzetten. Als je toevallig PHP Artisan UI View hebt gedaan, oké, dan heb je die gewoon gaan scaffolden voor View. Dus eigenlijk je frontend gaan klaarzetten daarvoor. Koppelteken, koppelteken, auth voegt daar die andere routes aan toe. En nu staat erbij, please run npm install en npm run dev. Uiteraard, View moet je compilen, dus gaan we dat doen. Npm install, koppelteken, koppelteken, dev. Voilà. Dan gaat hij nu zijn ding doen. Dus de npm-zaken, die zitten dan ook... voilà, ze zijn bezig. Die zitten dan ook, als ik mij niet vergis, hier. Hè. Voilà. Run dev, run development, node development, etcetera, etcetera. Goed. Dus die gaat eerst al die packages gaan binnenhalen. Je ziet hier al een aantal bekende zaken. Hè? De Bootstrap package, Axios, heb je ook al gebruikt. jQuery, jammer genoeg. Ja, Laravel Mix, dat is ook een leuke. Kunt je gaan kijken in documentatie. SAS, voor degenen die SAS willen gebruiken. View, en dan de View Template Compiler zit er allemaal in. Even mijn terminal. Oeh. Een terminal meepakken. Hup. Ja, die mag je negeren. Goed, die is klaar. En natuurlijk, normaal gezien kun je dan nu die hosten. Maar aangezien dat ik een XAMPP heb runnen. Even zien waar dan mijn XAMPP staat. Voilà. Mijn XAMPP is hier al aan het runnen. Dus als ik nu naar localhost ga, die site staat daar en die is live. Ik had die daar straks al klaarstaan. Hier. Je ziet momenteel, dit is de basissite. Kijk nu goed, als ik nu ga refreshen, want uiteraard, hè, Laravel, je dient te refreshen. Zie je twee knoppen bijkomen. Login en registreer. Ik heb daarvoor niets gedaan, ik heb enkel dat commando uitgevoerd. Dus bij login. Voilà, ik heb hier al gegevens in staan natuurlijk, omdat ik al getest heb. Register.
Oké, okay, niet slecht, niet slecht. Natuurlijk, vanaf het moment dat je die... hoe moet ik het zeggen? Dat je werkt met users en je wilt registreren. Die registratie die komt in de database. Nu, ik heb ook al mijn database klaarstaan. Dus localhost, PHP MyAdmin. Voilà. Dat is mijn database. Ik heb de standaardzaken gebruikt. Wat bedoel ik met standaardzaken? Ik heb mijn Laravel project, zeg maar, dus de Laravel naam gegeven. Voor degenen dat het vergeten waren voor databases binnen Laravel. Alles zit in de env-file. Dus hier gaat hij automatisch MySQL 127001, dodde, root en leeg paswoord. Momenteel het is puur voor testing environments. Dat gaat werken. Ik ga juist een database aanmaken, Laravel out, zodat als ik mijn gegevens migreer, dat die allemaal mee zijn. Voilà. Hier zit niets in. Laravel off. Dus als ik nu ga kijken. We gaan gewoon eens kijken in de database. Dus ik heb ik hier migrations. Uiteraard heb ik hier migrations. Password resets. Users. Ik wil die daarin staan, want anders gaat het natuurlijk niet werken. Bewijs. Als ik registreer. Registreer. Knal eruit. Dat is normaal. Waarom? Tabel not found. Does not exist. Oké. Dus eerst moeten de tabellen klaarstaan. Dus dat doen we door. PHP. Oh. PHP Artisan Migrates. Voilà. Create users. Create users table, password resets, create, voilà. Dat is allemaal in orde. Als ik nu ga kijken naar mijn PHP. Ik ga misschien nog eens refreshen best. Voilà. Laravel off, dat is de database die ik vandaag nu gebruik voor deze demo. Als ik ga kijken naar de users, dan zit daar ook natuurlijk niets in. Goed. Gaan we verder, hè. Als we nu gaan testen, we gaan eens een user aanmaken, hè. Mike D. Moet er minstens 8 karakters zijn. Kan je allemaal aanpassen. Dat zit er allemaal standaard in. Register. You are logged in. Oké. Okay. Super. Je ziet, ik zit... Allee, ik weet niet of je het goed ziet, maar ik zit er op een pad. Dus home. Als ik terug ga naar Laravel, dan zit ik op mijn standaard demo. En nu zie ik al home. Dus je ziet al een aantal zaken die gebeuren, hè. Standaard is mijn user interface, of mijn homepagina is aangepast omdat ik ingelogd ben. Als ik op home klik, ga ik naar een pagina slash home en krijg ik you are logged in te zien. Dus deze pagina ga je normaal gezien geen toegang toe krijgen als je niet ingelogd bent. En ik kan logout doen, waardoor ik terug op deze pagina kom. Login. En ik ben terug bezig. Goed. En we hebben een werkend authenticatiesysteem. Natuurlijk, allemaal leuk en wel, maar we zijn IT'ers, dus we willen weten wat er eigenlijk achter de schermen aan het gebeuren is. Goed. We hebben een aantal zaken bijgekregen. In onze resources, bij onze views, hebben we nu een homeblade. Dus die welkomblade, die was er al. Maar we hebben nu ook een homeblade. Die homeblade is you are logged in. Dat is uw dashboard waar je toegang toe hebt als je effectief ingelogd bent. Je kan dat hier beginnen aanpassen, de look and feel. Allemaal geen probleem. Je ziet die extents ook van layouts. App, de appblade. En dat is hoe het eruit ziet, hè. Dus dit kan ik ook aanpassen. Dus die layout komt ook mee. Vandaar dat ik wil zeggen, de mensen die momenteel al zaken hebben gemaakt, ik weet het goed. Ik weet dat er al mensen bezig zijn met effectief in Laravel. Dan ga je moeten natuurlijk kijken. En je gaat die app.blade toevoegen. Die ga je... je mocht die ook weggooien. Maar kijk dan tenminste eens wat er allemaal in staat. Dat is vooral die sidebar. Maar hier staan ook trucken in. Niet, daar komen we straks toe. Add guest. Dat is om te tonen van bijvoorbeeld van... hoe krijg ik dit te zien?
Ja, dat is misschien handig voor sommige sites, dat je weet wie dat ingelogd is. Je mag dat overnemen van mij, dat is de bedoeling. Maar restart dan tenminste, zodat het in uw thema past. Oké. Okay. Dus die zaken, je kunt die pagina's bekijken. En dan zie je hier auth en zie je hier al die andere pagina's. Je ziet de login blade, de register blade, verify blade, dus een verification link naar je adres. Verificatie gaan we vandaag niet doen. Ik geef één tip mee, dat is Mailtrap. Noteer dat misschien. Ik ga dat... Mailtrap, voilà. Dat is dit. Dat is ik denk dat je kunt gratis doen. Voilà, personal project, zeker. Wat dat is eigenlijk, je creëert eigenlijk een fake e-mail. Dus alles wordt eigenlijk gewoon naar Mailtrap en daarin gaat je dat gewoon gaan inzetten. Nu, waarom zou je dat willen doen? Omdat je dan, vanaf dat je die fake e-mail hebt, hierin, kan je effectief al de nitty-gritty security zaken gaan testen. Want allez, stel je voor dat je direct met Gmail wilt gaan werken. Gmail heeft wat meer opzet nodig, namelijk authenticatie, OAuth, moet er allemaal bij zitten. Die zaken kun je hier al mee testen. En als je mail hier toekomt in Mailtrap, dan weet je dat je systeem in PHP werkt met mails. En dan is het eigenlijk gewoon puur een kwestie van de correcte settings van je e-mailprovider. Wilt je met Outlook werken, wilt je met Gmail werken, een company e-mail werken, etc. Dus Mailtrap is een heel handige software voor e-mails te gaan uittesten, zeg maar. Voor diegenen die de Media Lab applicatie maken. Wat hebben we nog? Media Lab applicatie, de feedback tool. Ja, de feedback tool. Kun je ook mails gaan uitsturen. Bijvoorbeeld één keer op een maand een overview of zo. Kun je zeker mails voor gebruiken. Dit helpt u daarbij. Verification, wat hebben we nog? Paswoord, confirm paswoord, een e-mail, reset paswoord, etc. Is er allemaal bij. Ik ga niet over al die pagina's gaan, maar die staan er dus. Scenario nemen. Goed. Gewoon even voor te duiden, waar of hoe komt het dat als ik ingelogd ben... Kijk, ik zit nu op de homepagina. Ik ga naar home. Ik ben ingelogd. Maar wat als ik nu naar home wil gaan? Word ik geredirect naar login? En dat is ook interessant wat je wilt weten natuurlijk. Van hoe werkt dat principe? Wel, ik ga je dat tonen. In de app is er ook een controller bijgekomen. Namelijk de home controller. Als we gaan kijken. Namelijk, dus dat is een simpele controller. De index is return the view home. En als we gaan kijken in de routes, straks gaan we die ook zien terugkomen. Heel belangrijk is deze middleware. Je ziet, die wordt opgezet bij de constructor. Bij het begin dus van, van de applicatie. Als ik die uitzet. En ik ga naar home. Dan raak ik erin. Maar dat is heel raar, want ik ben niet ingelogd. Dus die middleware controleert de toegang tot een aantal pagina's. Wat doet middleware? Daar heb ik ook een schone slide voor. Ik weet niet of die hierin staat. Nee. Middleware is eigenlijk een stukje code dat elke request door moet. Voor diegenen die nog een beetje weten van Web 2... in uw Node Express applicatie, daar heb je moeten app.use gebruiken bij Express. Hè. Dus elke request dat doorkomt, moest door de body parser gaan, moest door die course gaan, moest, wat was er nog bij, waren nog een aantal andere zaken. Die use, dat was ook middleware. Wat wil zeggen, elke request moet daardoor. Hier ook. Dit wil zeggen, dus die middleware, die gaat er eigenlijk voor zorgen van de standaard authentication middleware. Die gaat eigenlijk ervoor zorgen van, kijk, blokkeer alle toegang tot deze pagina's als je niet ingelogd bent. Het heeft niks te maken met rollen, puur een geldige login. En het geldige login wordt dan beheerd door Laravel zelf. Dus die authenticatie gaat straks nog een aantal andere façades zien om te controleren of een bepaalde user überhaupt ingelogd is. Goed. Je kan zelf ook middleware gaan maken om alle requests te gaan controleren. Weer al, ik ben daar dieper op ingegaan, ik kan daar zelfs nog 2 uur over uitleg geven... go look at it if you need to. Ik denk dat met de info die ik vandaag ga geven, je meer dan voldoende gaat hebben voor de basics. Als je nog echt verder wilt gaan, kunt je kijken naar middleware om die requests nog meer te gaan sturen. Ik ga dat terug aanzetten.
Je kan dat hier doen of je kan zelfs middleware gaan toevoegen aan routes. Om te zeggen van kijk, alle routes die bijvoorbeeld langs admin komen, die moeten ingelogd zijn. Al de rest is free for everyone, dus dat maakt mij niet uit. Dan kun je dat gaan doen in je routefile. Routes file. Hier zie je ook al twee nieuwe. Auth, dubbele punt, dubbele punt, routes en een functie. Dit zorgt ervoor dat je home, login, register, want ik weet niet of je het gezien hebt, maar je URL past ook effectief aan. Hè? Dus als ik ga naar register, dan zit ik hierop. Ik heb nog een andere route. Login, ik vermoed zelfs reset. Of is het reset paswoord? Nee, het zal iets anders zijn. Al die routes, in plaats van die allemaal apart te definiëren, dat zit gewoon allemaal standaard hier ingebakken. Die kun je ook van afwijken, maar weer al, dat is voor dieper te gaan. Hebben we momenteel niet nodig. Een andere, als ik naar slash home ga, ga ik via de home controller index, en ik geef er een naam aan home, dat hebben we gezien vorige keer. Dus die index returnt gewoon de view home, maar natuurlijk, dankzij die constructor, gaat die automatisch alle requests door die middleware gaan doen. En die middleware, even kijken. Voilà. Redirect to. Dus hier gaat het pad gaan, moet ik het zeggen, aangepast worden voor de gebruiker als die niet ingelogd is. Dus je ziet hier return route login. We willen daar zelf een pagina van maken. Kan perfect. Oké. Okay. Dus dat is hier in de middleware. Mocht je gerust in gaan prutsen. Ja. Die zijn we kwijt. Middleware routes toevoegen. Dan. We zijn... Dus nu weet je al hoe dat die flow werkt om pagina's te beveiligen. Stel nu, ik wil op deze pagina... Ik ga eens even inloggen terug. Ik wil hier krijgen, you are logged in, Mike. We hebben de naam van onze gebruiker. Dit kunnen we zien op onze, in onze database trouwens. Kan je even refreshen. Dan zie je de gebruiker die daarin staat. Automatisch uiteraard zie je... ik ga eens even... automatisch zie je de... paswoordstring, of de hash daarvan. Remember, moet die remembered worden, ja of nee? Create it, add, update it, add, de standaardzaken van Laravel. E-mail, mijn e-mail en mijn naam. Ik wil die naam afprinten op het moment dat ik ingelogd ben. Wel, Laravel biedt een aantal zaken aan die je standaard kan gebruiken in views. En dat ga je ook nodig hebben natuurlijk. In mijn homeblade is dat dan. Hè? You are logged in. En hier wil ik Mike zien. Nu, dat doe je met de... Is dan vooral curly brackets. Er is een auth-façade. En die auth-façade geeft u toegang tot de user. Dit returns een user-object. Natuurlijk, met een object weten we ook... dat we de naam kunnen vragen. En normaal gezien... hebben we hiermee de gegevens. Dus stel nu dat je een profielpagina zou opmaken, is het maar zo simpel als vanaf dat die user ingelogd is, dan gaan we hier natuurlijk gewoon zijn naam tonen, kunnen we alle gegevens tonen van die user zijn account. Ja, Andres was mij voor. Goed, maar... Andres, met dat je dan toch zo snel waard in het antwoord geven, wat als ik... Ach, die style. Wacht, hè. Wat als ik dat hier wil gebruiken? Wat gaat er gebeuren? Iemand een idee? Gaat hij niks tonen? Gaat hij iets proberen tonen? Gaat hij nul tonen? Gaat hij unidentified tonen? Iemand een idee? Dat werkt niet. Ja, dat klopt. Want we zijn, je kunt niet altijd ingelogd zijn. Hè. Ik ga even naar Laravel. Je ziet, dat werkt wel. Nee, ik weet wat je bedoelt. Als je ingelogd bent, werkt het, uiteraard. Want nu gaat hij automatisch die user de vinden. Sarah zegt undefined. Als we in de JavaScript-wereld hadden gezeten, dan had dat inderdaad undefined geweest. Omdat, dat is allemaal meer loosey-goosey. Laravel heeft dat veel simpeler opgelost. Die gaat gewoon crashen. Dus je gaat effectief gewoon een error krijgen van... ik kan property name niet krijgen van non-object, want hij krijgt dat object niet binnen. Nu, er zijn makkelijkere manieren om te gaan controleren of iets... of een persoon ingelogd is.
Dus dit gaat niet werken op een pagina waar die persoon niet ingelogd is. Daar zijn controles voor. We gaan... Voilà. Je weet dat je kan ifs gebruiken. Hè? Dus, add if, dat is de makkelijkste manier. En dan... add else. En add end if, denk ik. Hè? Ja. Voilà. Dus als ik ingelogd ben, dan wil ik dit tonen. Als ik niet ingelogd ben, login please. En dat is het eigenlijk. Hoe gaan we hierop gaan checken? Wel, de oud-façade standaard heeft gewoon al een functie. Check. Is er überhaupt een persoon ingelogd? En dat zou op zich moeten lukken. Gisteren alles getest, dus dat zou moeten lukken, inderdaad. Login, please. We zijn niet ingelogd. Als we inloggen. En we gaan terug naar de homepagina. Laravel voor Mike. Voilà. Dus met alt-check kunnen we dat al doen. We kunnen het ook... dat is de standaard if. Maar natuurlijk, Laravel zag dat. En zeggen van, kijk, maar we gaan toch niet elke keer een if-statement gaan schrijven voor simpele authenticatiechecks. Correct. Kan je niet disablen even? Nee. Dus hier, ik ben nu ingelogd, ik log uit. En nu krijg ik het niet. Die else auth zal waarschijnlijk niet werken. Auth is vooral bedoeld voor rechtstreeks te gaan controleren of een persoon is ingelogd. Je kunt natuurlijk ook het guest gebruiken. Allee, natuurlijk. Je kan ook het guest gebruiken. Als er een... als je persoon niet ingelogd is, kun je dan dit gebruiken. Er zijn een aantal tags hiervoor. Ik kan die bekijken in de documentatie, die zijn, ik denk, at end guest. Voilà. Misschien werkt dit beter. Het is niet proper, maar... Voilà, login please. Login. Hop. Voilà. Wat toon ik voor guests? Wat toon ik voor dingen? Ja, ik dacht ook else. Maar ik heb hier in mijn... Die autocomplete gaf hier else out aan. Vandaar. Zie je het? Vandaar dat ik wat verwacht was. Oké, checken. Refresh. Logout. Login. Ja, inderdaad. Else werkt beter. Always follow your instinct. Maar dat geeft mij ook de mogelijkheid om te tonen dat die guest ook wel heel handig is. Ik kan bijvoorbeeld een andere banner laten inladen. Denk aan uw... Ik denk in die layout gaat hem dat doen, hè. Voilà. Als de guest er is, dan gaat hij ook gewoon... Die gaat een banner volledig anders opbouwen. Stel dat je een partial hebt met een andere kleur... Met een andere look and feel. Dan kun je zeggen, van, je zit ingelogd als admin. Oké, dan krijg je een donkere banner. Ingelogd als gewone gebruiker. Een lichtblauwe. En een guest, een witte. En dan kun je makkelijk met die tags dan doen. Goed. Oké. Dat is dat. Dat is voor alles van authenticatie. Dus de basis authenticatie zit daarin. Voordat we overgaan op autorisatie... Ga ik even meegeven dat ik van de Laravel developers heb ik gevonden dat er een package aangeraden wordt. Een package aangeraden voor documentatie, namelijk... Ik ga het even nemen. Dat bedrijf noemt Spacie. Specie, het is Engels. Dat is eigenlijk een package. Ik heb dat gisteren ook werken gekregen. Dat gaat relatief simpel. Dat is voor met rollen te werken. Dus om effectief met... Ja, die gaan u shortcuts geven voor makkelijk rollen toe te kennen en rollen weg te nemen.
Wat bedoel ik daarmee? Waarom is dit makkelijker? Ja, je moet natuurlijk wel nog die package een beetje leren. Dat is wel het nadeel. Maar in welke zin is het makkelijker? Is dat die heel wat zaken gaan voor u opzetten. Dus een rol toekennen. Die werken ook achterliggend volledig met het Gates-systeem dat ik nu ga uitleggen. Dus een Gates, je gaat hopelijk na deze sessie weten wat dat is, hoe je dat moet gebruiken. Dit maakt het allemaal iets makkelijker. Die maakt automatisch de goede tabellen aan. Die voegt die tabellen toe aan de users die al bestaan, et cetera, et cetera. Dus dat is zeker iets om te bekijken. Het heeft een iets steilere leerkurve dan hetzelfde maken. Maar je gaat het dan wel zelf moeten onderhouden. Terwijl je zeg maar een veldje constant gaat moeten controleren van een user van if it has de rol admin of if it has de rol kassamedewerker, dan mag hem dit zien in een gate. Kun je gewoon hiermee zeggen van permission, waar is het hier? Can. Kan de user dit doen? Dus kun je op zaken gaan werken op de dingen dat hij mag doen. Je hebt rollen en je hebt permissies. Een rol kan permissies hebben. Bijvoorbeeld, je hebt rollen. Admin en kassamedewerker. En een kassamedewerker zijn permissie is can deduct money, can give product, bij wijze van spreken. En bij admin kan het bijvoorbeeld zijn add role, delete role, add user, delete user. Voilà. Dus het is zeker goed om een keer naar te kijken. Laravel permission v3. In Laravel permission hier bij spatie.be, blijkbaar. Goed, nu dat we dat weten. Even mijn dingen kijken. Goed, we gaan een nieuwe link toevoegen. We gaan hier een nieuwe link toevoegen en we gaan die link gaan doorsturen. Of we gaan die laten naar onze canvas gaan. Mm-hmm. Mijn home blier. Voilà. Goed. Dan voilà. Canvas. Even testen. Canvas. En we gaan naar onze canvas. Oké, dat is goed. Nu, ik wil enkel dat die link getoond wordt als ik ingelogd ben. Dus dan zouden we die enkel kunnen tonen met de add auth. Maar ik wil nu gaan controleren. Dus de persoon, hij moet al ingelogd zijn. Dat is al één ding. En hij of zij moet toegang hebben om naar Canvas te mogen. Bijvoorbeeld, laten we zeggen in ons voorbeeld hier, enkel personen met een add EHB e-mail mogen naar Canvas. Of addstudent.ehb.be. Goed, hoe gaan we dat doen? We gaan daar een controle rondzetten. Namelijk de tag can. Kan die persoon dat doen? We geven dan een naam. Go to canvas. En we geven iets mee. Ik ga nu, in mijn geval, ga ik gewoon een test meegeven. Meestal geef je een element mee van op de pagina. De user komt automatisch mee, dus die kunnen we gaan controleren daar. Maar je kunt zelfs nog zaken meegeven. Dit hoeft niet. Gewoon... wat doe ik nu? Can en dan... And can. Nu natuurlijk... We gaan even kijken. Canvas. Wat gaat hij nu doen? Ja, undefined variable, uiteraard. Ik ga hier gewoon één van maken voor mijn demo. Canvas is weg. Dat is raar, want ik heb nog niks gedaan buiten die kan ertussen doen. Nu, dit is een gate. Letterlijk een poort die dat we gaan zeggen van kijk, mogen jij door of mogen jij niet door? We gaan die zelf gaan definiëren. Go to Canvas. Jullie hebben tot nu toe nog niet gezien waar ik die ga definiëren. We gaan die definiëren. Goed. Waar doen we dat? In de app provider. Auth service provider. En dan hier bij boot gaan we kunnen gates gaan maken. Hoe gaan we een gate gaan definiëren? Wel, dat is een façade. Gate, dubbele punt.
een beetje groter zetten. Define. Je hebt meerdere mogelijkheden. Hè. Ik denk, hier staan ze, denk ik. Before any define denies for user. Je kunt heel wat doen met gates. Ik geef je de basis mee, zodat je tenminste weet, als je gaat opzoeken dingen over gates, dat je de basisconcepten wel snapt. Define. Ja. Wat gaan we gaan definiëren? Welke gate gaan we gaan definiëren? Wel, we hebben die gemaakt. Of we gaan die aanspreken. En we gaan daar... En dan komt er een callback function mee. Function users. Die gaan we altijd meekrijgen. En in mijn geval was dat een nummer. We gaan even een nummer gebruiken. Voilà. Dus deze functie wordt uitgevoerd met die parameters als die gate wordt gecontroleerd. Hier definiëren we het dus. Dus hier gaan we heel makkelijk gaan, gewoon al een keer gaan return true gaan inzetten. Dus dit gaat boolean-wise zeggen ja of nee. Als ik nu ga refreshen, ik moet kijken, heb ik het nu gedisabled? Ik weet het niet meer. Gate define go to canvas. Go to canvas. Dit zou moeten werken volgens mijn demo. Even kijken. Hè. Go to. Ik ga hier iets missen. Hè. Uiteraard. Nee. Ja, ik was één ding vergeten. Je moet ingelogd zijn. Want gates werken standaard met users. Dus het is pas. Je kunt geen authenticatie doen op guests. Zal ik zo maar zeggen, je kunt geen gates doen. Daarvoor ga je middleware moeten gaan gebruiken om überhaupt zaken te gaan sturen. Ik was tijdens mijn voorbereiding ook vergeten. Dus ik ben ingelogd. En nu kan ik gaan controleren, mag die persoon effectief die canvas link zien? Ik heb nu een heel simpele true gemaakt. Namelijk return true. Maar ik kan hier nu dus zetten. Ik krijg een nummer mee. Ik denk dat je al weet naar waar het naartoe gaat. Voilà. Dus, als hetgene dat ik meegeef 1 is, dan true, anders false. Dat is een simpele gate. Ik kan natuurlijk ook op die user gaan controleren. Ik sprak daar straks over rollen. Rollen zijn meestal, als je dat zelf gaat doen, is een veldje... info aan die user. Dus stel nu dat je kunt gaan zeggen van if $teken user, dus dat is de user die ingelogd is, role equals, als die role admin is, dan mag die door, anders mag die niet door. Allee, of admin, of als die mag data deleten, bijvoorbeeld. Kunt je hierin gaan controleren. Dus je kunt hier heel ver in gaan natuurlijk. Hoe dat je wilt controleren, wat je wilt controleren. PHP laat u dat toe, uiteraard. Als we nu terug gaan kijken. Ik refresh, canvas, oké. Okay, dat werkt. Want als ik dat nummer nu naar 2 verander in mijn gate, dan mag we de enkel de dinges met 2 door. En dan zou het normaal gezien weg moeten zijn. Voilà. Dat is basisautorisatie. Goed. Dit is de meest direct action dat je kunt doen. In de zin van, je gaat een gate gaan toepassen in een view. That's it. Waar je het meeste gaat gebruiken, dat is natuurlijk in controllers. In controllers ga je functies gaan bouwen die data gaan krutten. Hè? Create, read, update, delete. Die update, delete en create, dat zijn de 3 gevaarlijkste uiteraard. Dat is de pasdata aan het database. Die ga je willen beveiligen. Wel, ik kan dat ook doen. Dus we gaan die gates. Ik ga nog een... Ik ga nog een nieuwe gate maken. Ik ga die kopiëren. Om iets te mogen doen. Dus dat is mijn do something gate. Dat is juist hetzelfde als hiervoor. Maar dan bijvoorbeeld als de username. Ik wil wel even de username Mike D had ik gemaakt, zeker. Ja.
user koppelteken name gelijk is aan MikeD, dan mag je dat doen. Dit is heel hard op een bepaalde persoon natuurlijk, hè, maar kan perfect. Do something. Ik heb een nieuwe gate. Nu ga ik dat gaan gebruiken in een controller. Voor daarvoor, ik ga het wel opzetten. Dat is de laatste demo. Laden links. Ga ik een form gaan maken. Die form gaat naar... ja, ik zit op... Ik moet dit pad erbij zetten omdat ik geen redirects momenteel ga doen. Het is puur voor demo purposes. Do something. En ik ga daar, ik kan daar een waarde aan meegeven. Ik ga bijvoorbeeld do something 1. Dat die daar naar dat pad gaat. Welke actie dat met het. Met het, en dan laten we zeggen, we gaan een keer een post request doen. Hierin zit een button. Type submit. Do something. En ik ga mijn cross-site request forgery ook meegeven. Wow. Dat is een token die beveiligt voor mijn, die mijn requests beveiligt. Goed, nu dat ik dit heb, dit is een route. Ja, dus do something 1. Ik ga die route aanmaken. En dan via die route gaan we naar de controller. En in de controller, daar gaan we die gate gaan gebruiken. Dat is het proces dat we gaan doorlopen. Als je al beginnen werken bent, gaat je sowieso al routes hebben. Gaat je al controllers hebben. Dus die zaken kun je hier perfect op inpassen. Wat ik nu aan het doen ben, ga jij dan niet meer moeten doen. Post. Hele korte route uiteraard. Do something. Ik had er een dynamische parameter bij gezet. Wel, dat gaan we gewoon doen. En dan gaan we een controller aan gebruiken. Custom controller at show. Standaard functie. Je gaat merken, Laravel heeft ook standaard woorden voor de hele crud-actie. We gaan straks zien hoe we dat direct gaan kunnen definiëren. Uiteraard, de custom controller heb ik niet, dus ik ga die aanmaken. Voilà. Die is aangemaakt. Als ik nu bij mijn controller ga, heb ik hier een lege controller. En hier ga ik dan mijn functie moeten inmaken. Hè. En wat gaven we hier mee? Number. Goed. Nu gaan we autoriseren. Namelijk, we gaan controleren of die persoon die ingelogd is, überhaupt dit mag zien. En nu gaan we die gate gaan aanspreken. Dat doen we meestal met this, koppelteken authorize. En wat gaan we autoriseren? Of waar gaan we op controleren? Wel, op die gate. Ik denk zelfs dat ik koppelteken heb gebruikt. En wat geven we mee? Number. Als we daardoor geraken, dan gaan we redirecten naar de home view. Dus de home view, dat was die login. Of je kunt die laten doorgaan, of je kunt redirecten. Momenteel, dit is een formulier. Even kijken, zien dat ik goed... als ik nu eens ga testen. Do something. Ik mag naar de home. Ik geraak er. Als ik ga... ik weet nu niet meer welke... Ah ja, als ik ingelogd ben met MikeD. MikeD2. Save. Refresh. This action is unauthorized. Voilà. Je hebt momenteel toegang tot een bepaalde pagina kunnen blokken voor één specifieke
persoon. Stel nu dat je nog andere zaken wilt afhandelen. Die this.authorize is eigenlijk een wrapper rond al die gate-functies. Die gate-functies, er zijn er heel wat van. Ik ga je één tonen om je het idee mee te geven. En de rest ga je dan wel duidelijker snappen in de... In de documentatie. Ik denk dat het denies is. Het doet juist hetzelfde. Dus je gaat die gaan controleren. Denies. Ik weet niet waarom het hem hier geen autocomplete geeft. Ik ga even de documentatie erbij halen. Hè. Gate denies. Authorization. Het eerste wat je gaat zien is gates. Policies gaan we direct gaan bekijken. Writing gates, authorizing actions. Gate allows, gate denies. Bijvoorbeeld, fuck, kijk, ik ga ze hier gewoon tonen. Dus als dat oké is, kun je die gaan gebruiken. En kun je daarmee verder gaan. Kun je zaken gaan aanpassen. Allows met data en denies met data. Dus die allows en dingen voor user. Is misschien nog makkelijker dan wat wij hier hebben gebruikt. Dus nu dat je het concept een beetje kent van gates, zou dit moeten veel duidelijker zijn om overal toe te passen in uw project. Teken eerst zeer goed uit wie wat mag, alvorens dat je begint. Want je gaat snel het overzicht verliezen daarvoor. Oké? Dan, de laatste zaken die ik nog wil meegeven. We zijn rond voor gates, dus dat zijn de bekendste. Er zijn ook nog policies. Policies gaat eigenlijk voor een bepaald, of dat gebruik je meestal voor een bepaald model, zeg maar, helemaal te gaan afbakenen. Je kan alles hierin gaan steken. Maar stel nu dat je een object hebt, denk aan Media Lab. Media Lab applicatie, dat is een stukje data dat je mag editen. Bijvoorbeeld een item. Wie mag die items doen? Om alle authenticaties voor die items te gaan samenbundelen, gaan we meestal een policy gaan genereren. Policy. PHP, artisan, make policy. En dan... ik pak nu item policy. Ik heb nu wel geen item hierin staan. Maar bon. Heb ik al user policies? Ik heb geen user policy. User policy is een beetje overbodig, omdat heel veel van die userzaken zitten ingebakken in die auth service. Ik ga even dit dan nemen. Stel nu dat ik een model had, item, kan ik daarmee gaan verder. En je kiest dat voor het model. Item. Policy created. Dan ga je merken dat er hier een policy bij komt. En als je die file gaat zien, ga je direct al een aantal zaken zien. Wie kan dat view any? Determine whether the user can view any models. Specifiek model. Creëren. Updaten. Deleten. Restoren. Force deleten. Voilà. En dan kan je dit allemaal hierin gaan doen. Dan staat al je authenticatie van één specifiek object hierin. Oké. Dat is dat. Ik heb ook nog iets handig gevonden dat ik gewoon ga meegeven. En dat is blijkbaar... Dus Laravel heeft... dat is ook relatief nieuw. Ik herinner me dan nog meer van vorige keer. Je kan CRUD-controllers maken. Dus je kent de standaard CRUD-zaken, namelijk create, read, update, delete. Mannen willen allemaal gaan doen. Er zijn controllers die automatisch, zeg maar... die hele structuur gaan opzetten. En dat is een resource. Voilà, ik ga het er even erbij halen. Hier. Dus resource controllers. Dus die routing assigns the typical CRUD routes to a controller with a single line of code. Dus make controller, je maakt een controller voor iets specifiek, koppelteken, resource. En dan gaan die eigenlijk alle requests voor die specifieke resource gaan afhandelen. Bijvoorbeeld, als ik iets ga onderscrollen, zal het wel duidelijk worden. Als ik get naar foto's, dan ga ik alles gaan krijgen. Ga ik kan createn, ik kan storen, dus dat is saven eigenlijk. Eén specifieke krijgen, één specifieke editen, iets updaten en iets deleten. En die gaat die allemaal standaard gaan aanmaken in die controller. Dus misschien nog iets handig voor degenen die nog niet veel begonnen zijn om effectief met die resources te gaan werken. Dan heb je één grote controller voor al die zaken af te ronden.